ellende, Joop. Joop van ellende, Joop. Joop van ellende, joppie joppie van ellende. Ellende, ellende, joppie van ellende. Joop van ellende. Heb ik nog niks gehoord. U hebt gewoon een eindspel van Willem Ruijs voor de honeymoon quiz en de kraait verder geen hamer. Sorry hoor, maar ik zat even omhoog en ik dacht, hoe gaat dat eindspel van Willem Ruijs toch ook alweer? En dat wist u meteen, hè? 10 minuten meetikken de klok, 20 stroopdes uit de zaal halen. Maar spiraal heb ik weggelaten. Ja, maar wel alles gejat, hè? En dat vind ik zo sterk van u, meneer Van der Linden. Ik zal u wel vertellen, ik wou dat ik dat durfde. Eerlijk waar, ik wou dat ik dat durfde. Zeg, over die honeymoon quiz gesproken, meneer Van der Linden. Moet u nou eens even goed kijken. Toen is hij meteen gebleven. Maar eindelijk bestaan ik. Nee, Teunis, dat is waar. Maar vrouwen zo als jij. Hallo, ben je er nog? Zie je maar in je leven. Help me even, klaar. Doe de daar uit. Ja, nou, en? U suggereert hier dat er dus een familielid van het bruidspaar per ongeluk in het water valt. Dat suggereer ik niet, dat is zo. Dat is helemaal niet zo. Hier, kijk nou. Je ziet toch dat die man er gewoon in staat? Jij ziet dat? Ja. Maar Mien uit Assen ziet dat niet. Nee. Voor Mien uit Assen is dat gewoon een familielid van het bruidspaar dat per ongeluk in het water valt. Ah, laat toch op, meneer Van der Linden. Kijk, een kind ziet toch dat het niet waar is? Kijk, hier komt hij aan. Ja. Kijk, hij struikelt niet eens, nee, niks. Nee. Hij loopt gewoon expres rechtdoor het water in. Ja, klopt, voorkomen. Ja. Ik had die man ingehuurd. Dat was een figurant. Jezus, een figurant? Ja, een figurant, ja. Nou ja. Gehuurd bij een bureau. Gehuurd? Ja. Ja, maar neem dan op zijn minst de volgende keer een goeie. Moet je nou eens horen wat hij zegt? Waarom deed je dat? Ja, achter mij. We kregen een zetje van wie? Vrouw met die bril op, die meneer met die bril op. Hij heeft het over een man met een bril. Ja. He? Over zijn eigen familie. Dat kan toch helemaal niet? Nou ja, goed. Dus we gaan zoeken naar een man met een bril. Ja. Hier, moet je opletten wat je ziet. Dat is waar. Kijk. Helemaal geen man met een bril. Nergens te bekennen zelfs. Kijk, er loopt alleen een vrouw, hè? En die duwt niet eens. Luister eens even, als mijn producers die figurant verkeerd brieven, dan is dat hun probleem. Ik wil alleen maar waarschuwen. Het woord link, vandaag of morgen wordt er over geschreven. Door die tv-critici? Ja. Die kijken precies hetzelfde televisie als Mien uit Assen. Ja, en daarom kan u zo'n eindspel jetten. Ha!